Jongens, carnaval is over achter de rug. En dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe Gamers at Gear. Yay! En we gaan de skeerheid van de game-industrie weer belichten. De skeerheid? De charcoen. Het is charcoen. Het is niet per definitie heel skeer. Het is gewoon een budgettaire keuze. Het is de budgettaire keuze. En vorige keer hadden wij de toetsenbord, de K20, hadden wij behandeld. En daar waren we best wel over te spreken eigenlijk. Ja, het was op zich gewoon een prima toetsenbord. Maar je moet er gewoon niet te veel van verwachten, want je betaalt er ook maar een tientje voor. Ja, oké, iets meer dan een tientje. En nu gaan we de K30. De K30. Headset. En deze is te krijgen vanaf een euro of... Ja, je vindt hem vanaf 37 tot 45. De richtprijs is 45. Het is niet eens de goedkoopste headset van Shark. Nee, ze hebben ook nog de H10. maar ja, dat ben ik eigenlijk wel benieuwd wat dat inhoudt. Want ik vind dit al... Ik vind het heel tof design. Ja, jij wel hè? Ja, jij vindt het niet geen tof design. Ik vind het is net zo'n bouwvakkers koptelefoon, maar dan met, ja, voor de gamer of zo. Ja, maar dat vind ik dus geen tof design. Dat vind ik heb vind hetzelfde wel argument om het niet tof te vinden. Oh jij ja, hebt ik vind het wel tof. Het ziet er gewoon gaaf en industrieel uit of zo. Ik denk dat wel. Ook met dat robuuste aluminium zo en een beetje die oorschel. Ik weet niet, ik denk dat. Ik vind dat vet. En je kan hem ook zo echt stellen ook. Ja, ja, ja. Je kan dit dan draaien en dan kun je hem anders zetten. Meestal dan klik je hem gewoon een stukje groter of kleiner, maar nu moet je het echt zelf aandraaien. Ik weet niet, het voelt ruig en industrieel. Noest. Ja, ja. Het voelt gewoon noest. Gewoon ambacht, om een beetje je headset aan te passen. Hey jongens, het is geen USB-headset. Je hebt gewoon twee stekkertjes, mini-jacks voor je microfoon en je audio. Ja, en natuurlijk ook het is modulair, dus je kunt hem ook nog losklikken en dan heb je dan kun je hem dus ook inzetten voor je PlayStation, je Xbox One of je notebook met maar één aansluiting. En dan werkt hij dus gewoon met één jack. Xbox One alleen maar als je een nieuwe hebt, hè? Ja, of de adapter. Dat je dat even weet. En hij heeft passieve noise cancellation. Ja, klein beetje. Daar moet je niet al te veel van verwachten. Het zijn gewoon die oorschelpen eromheen. Ik kan mezelf nog heel goed horen, zeg maar, daarmee. Echt? Ik vond de noise cancellation best wel oké. Okay. Ik vind dat je bijna niks meer hoort nu. Echt? Oh, oké. Okay. Ja, je hoort nog wel wat, maar... Peter is doof? Nee, helemaal niet. Ik vind hem wel veel te klein voor mijn enorme oren. Ja, nee, je moet niet een heel groot hoofd hebben ook sowieso. Het is wel een beetje voor de... Ik heb ook een beetje het idee dat het voor kinderen is, bijna. Ja? Omdat het is 45 euro, maar qua geluidskwaliteit wil je het niet hebben. Nee. Dan is het echt, want de microfoon is geen noise cancellation en het is heel schel. Weet je, dat is echt die MLG call 911, nou, ik heb je moeder geneukt, geluidskwaliteit. Mooi. Ja. Dan mooi als je dat wil naspelen. Ja. Maar nee, qua geluid, ik vind het heel leuk design. Ik zou willen dat ze hier een echte kwalitatieve uitvoering van zouden doen. Want qua geluid vind ik hem niet... is hij wel heel goedkoop, zeg maar. Ja, dat klopt. En ik heb er wat mee geëdit in het verleden. Ja, dat was echt uit nood. Omdat we hier een andere headset stoel op hadden. Inmiddels hebben we die 400 liggen. Maar dat was vroeger, hè. Ik vind het wel tof dat je voor daggeld... Je krijgt er ook wel echt zo'n kleine bedieningspaneeltje bij. Je kan er niet zoveel mee. Gewoon volume en microfoon aan of muten. Ik vind het toch wel voor dat geld wel tof. Zelfs een zakje. Het is niet een zakje, mensen. Ja, nee, maar het is niet dat je het gevoel hebt van ze hebben echt op alles bezuinigd. Nee. Alleen op de geluidskwaliteit. Nee, dat is... Serieus, dat is letterlijk wel het ding. Want het je hebt die... Ik vind serieus, de kabel is best wel degelijk en het is modulair. Hij past op je PlayStation 4, je mobiel, de microfoon kan eraf. Het is best wel robuust design. Ja, je moet er niet al te veel van wachten, maar aluminium en het is best wel stevig. En het waard echt gewoon niet 45 euro waard. Het is gewoon die geluidskwaliteit, want... Dus tenminste, wat ik kreeg is dat hij kan vrij hard, maar als je naarmate hem harder zet, dan hoor je steeds meer kraakjes en piepjes en sowieso het hele spectrum van de tonen, het gaat allemaal naar het midden toe. De hoge tonen zijn niet hoog, de lage tonen zijn niet laag. Het gaat allemaal naar een soort goedkope, een beetje de allereerste iPhone oortjes of zo. Of de oortjes die je bij zo'n B-merk Android mobiel krijgt, zeg maar. Ja. Er zit geen mooie toon in, het gaat allemaal naar dat middensegment. Beetje... Ja, het is eigenlijk een game die het grafisch heel goed doet, alles goed doet, behalve gameplay heeft. Ja, letterlijk dat. Heavy Rain. Het is Heavy Rain. Too soon. Beyond Two Souls. Nog sooner. Ja. Nee, dat is het eigenlijk. Niet kopen. Tenzij je hem gewoon wil neerzetten en naar wil kijken, als je hem mooi vindt. Kijk, ik vind hem niet eens mooi. Ja, kijk, ik zou persoonlijk wel willen dat ze dit design gewoon pakken en dan even een kwalitatieve versie van maken. Maar serieus, als je op zoek bent naar een goedkope headset, ik weet zeker dat er voor 45 euro kun je echt wel eentje vinden met een betere geluidskwaliteit. Dan ziet hij er dan niet uit als een bouwvakkers headset. Dat is dan misschien jammer. Mooi verhaal. Duidelijk. Ja, is heel goed. Ja, toch?